Yo, wat is bij jullie? Goedenavond, dan gaan we weer verder met Kroaas Survival. En het is alweer deel 40. Wow, yo, deze serie gaat kapot snel. Even een groot probleem, klein probleem, I don't know. Ik heb al een potion effect van slowness, want ik was even naar buiten gegaan net. En hier zat een witch, en daarachter staan ook nog een hele andere monsters. Maar deze witch gaan we vermoorden. En ik krijg potions. Zo, dat dropt ze. Ze dropt sugar en een glass bottle. Nou, prachtig. Gaan we hier gewoon in toevoegen in deze kist. Want dat is gewoon toegevoegde waarde, hè. Dat is toegevoegde waarde. Goed, we gaan even wat eten. Mooi schaapje. Doei schaapje. Zo. We gaan even wat eten en dan gaan we de rest van de stenen invullen. We hebben even wat gegeten. Doe eventjes zo. Waarom? Omdat ik niet de hele tijd om de 5 seconden keer dood wil gaan. Dus zeggen slash time shit duur. Ik bedoel, ik ben in de Nether al genoeg dood gegaan. Dus dat vond ik hier ook al genoeg. En daar liep een Enderman. Oh, wat gezellig. We worden vast beste vriendjes. Ik en de Enderman. Oh, ik en de Enderman. Wij zijn beste vriendjes. Want dit is een perfect kloppend liedje. Oké, wacht. Dit is gewoon mijn kans om een music disc hier te krijgen. Je kan, als je een skeleton, een creeper laat doodschieten. Nee. Kut, het was mijn kans. Damn it. Dit was gewoon mijn kans. Goed, creepertje, kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, loop voor de ding langs. Ik wil echt dat die creeper, of dat die skeleton die creeper vermoordt. Ho, niet zo. En doen we zo eromheen rennen. En zo. Loop hierheen, kreng. En dan wil ik hem zo tussen deze en deze in hebben. Die creeper die loopt echt scheef als ik weet niet wat, hé. Hup. Nou, loopt hij nog steeds hartstikke scheef. Hij draait al met zijn hoofd mee. Maar voor de rest, hij beweegt niet echt heel soepeltjes mee, heb ik het gevoel. Oh, nou blijft hij erachter, hè. Wat een bitch creeper is dit, hé. Pop. Ja, een gat, want ik kon niet meer rennen op een of andere reden. Weet je hoe ze dit noemen? Kutleven. Zo, even een gat opvullen. Na. La. Perfect. Dit is gewoon perfect opgevuld. Zo. Ah, kom ik een 3 tekort. Dammit. Lampje erop. Zo. Heb ik hier nog wat deur liggen? Net heb ik niet. Naar huis. Gaan we hier wel deur te halen. Je hebt het sowieso echt zat. Hier naartoe. Ja. Niet hier. Zandproducten hier. Wat hebben we dirt? Neem dat gelijk mee, weet je. Voor het geval dit. Wat ik echt nog een keer moet doen is de creeperval maken. Want nu bedenk ik me dus dat ik ook op die manier de music disc kan krijgen. Als ik iets heb waarmee ik creepers kan vangen. Zou het ten eerste fucking chill zijn. En ten tweede fucking chill. Dus het lijkt me gewoon echt een goed plan om zoiets te maken. Dus dat ga ik ook sowieso doen. Goed, dan wil ik eigenlijk even hieronder kijken. En oh wat, hier zit nog een creeper gehad. Nice. Zo. Opgevuld. Hieronder zit namelijk ook nog een hele hoop beesten. Maar er zitten geen creepers. Alleen maar spiders. Ik wil eigenlijk creepers en een skeleton hebben. Oh, wacht. Jij voelt mij ook aan. Het is gewoon, die worden allemaal boos als ik eentje aanval. Oké. Ja, kijk, die komt al recht om af. Die komt echt recht om af. Die gaat me sowieso aanvallen. Maar daar had hij de kans niet voor. Helaas. Pindakaas. Goed, jammer, want ik moet eventjes skeletons en creepers hebben. Want dan wil ik die music disc. Ik wil die music disc. En oh, hier zijn al gelijk 2 creepers.
Nice, dan moet ik alleen nog een skeleton hebben. Als ik gewoon eventjes wacht, dan komt er vanzelf een skeleton eronder bij te staan. En dan moet ik gewoon even wachten dat die elkaar gaan doodschieten. We hebben het niet boos op mij, maar nu wel, ha. Maar je bent dood, jammer. Jammer. Vrij weinig kans had je, hè? Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Zo, nou dat is in ieder geval mooi gefixt. Wat we gaan doen is eerst eventjes dit zo invullen, hier. La 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 la. La la la. Zo, dan hebben we dit in ieder geval een soort van richtlijn voor het maken. Zo, oh shit, ik heb eigenlijk nog best wel weinig over. Hoe gaan wij dit fixen? Ik heb waarschijnlijk vast wel ergens superveel extra hout liggen. Dus dat is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Hier loopt een creeper. Moet ik voor oppassen. Want ik wil niet dat hij hier oploft. En dan twee keer slaan. Hoppakee. Zie je, zo simpel is het. Gewoon één keer mappen, afstand. En dan terugkomen voor twee keer mappen. Je kan namelijk niet in één keer drie keer mappen, want dan ben je altijd te laat. Tip van de dag. Kijk, dat soort dingen, dat weet ik dan net wel. Zo. Ja. Oh. En toen was het op. Eén blokje voor het einde. Dammit. La la la, ik heb hier nog 15. Waarom is het verdeeld in zoveel kleine stukjes? Ik heb geen idee. Nou, pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Goed, hebben we dat in ieder geval wel gefixt. En... oh, wacht, wat? Ik heb ineens een ex bij me. Dit is zo... oh, 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 prestatiewaarschuwing van Norton, oh mijn god. Maar dit is zo, hoe noem ik het? Slecht voorbereid, slecht voorbereid. Is dat een goede benadrukking? Vast wel. Beter is die muur even snel af, sowieso. Want... dan kan ik weer gaan andere dingen doen. Zoals die creeperval maken. Weet je? Stad inrichten. Misschien moet ik materials buitenopnames verzamelen. Dat dat chiller is. Waar is mijn ex? Ik heb geen ex meer. Oké, jammer dan. 1, 2, 3. Hoppakee, hoppakee. Ja, dat is nog wel eens een probleempje, ja. Ik heb al meer dan een stack bonus, wauw. En ik heb een Willis girl en ik heb een girl steer en daar ben ik hartstikke blij mee. Gaan we gewoon weer terug naar de andere kant toe. Weet je, dikke YOLO, doen we gewoon. Dat doen wij gewoon. Hier zo, ja. Perfect, goed. ja, hier, kijk, hier hadden we nog gewoon die sticks. Die stokjes waren gewoon nog hier. Doen zo. Plop, plop, plop. Plop. En dan hebben we nu een ex. Wat zoveel chiller is om hout te hakken. Ram. Pam, 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 pam. Zo. Zo. Plop. Plop. Plop, plop, plop. Veel te veel dat ik nou heb neergezet, maar dat maakt niet uit, weet je. Lekker YOLO. En dan kan deze hier en de hoekjes kunnen weg. Kijk, en dan doe je zo. En dan doe je zo en zo. En dan doe je zo. En dan zitten hier heel veel monsters onder, hoor ik al. Dus we gaan even kijken of we heel toevallig en een creeper en een skeleton hebben. We hebben hier in ieder geval skeletons. Maar geen creepers. Dat is pittig balen. Dat is zeker weten balen. Zo. Ja. Daar hebben we beide. Wacht, wacht. Ik weet hoe we dit gaan doen. We gaan zo en dan gaan we langs de andere kant gaan we naar beneden springen. Dan zitten we namelijk tussen de... dan zit de creeper namelijk tussen mij en de ding in. Ho, 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 ho. Ho, ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Ze komen niet eens mee. Damn it. Psst. Oh, ze zien me wel. La 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 la.
Ze komen hier nog steeds naartoe. Ja, toch? Ja. Waar is de skeleton? Skeleton! Skeleton! Pak hem! Pak hem! Schiet op hem! Schiet op mij! Schiet op mij! Schiet op mij! Schiet, 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 schiet! Oh man, skeleton, je bent useless. Je bent useless. Use. Oh, ik hoorde hem al. Daar is hij. Skeleton, je bent useless. Ik ontsla je. Oh, hier is er nog één. Nog een kans. Een echte kans. Oh, die komt er ook aan. Die komt er ook aan. Hop. Schiet, 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 schiet. Oh man, schiet, 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 schiet. Schiet op die creeper. Schiet op de creeper. Kom op. Ja, schiet nu. Schiet nu. Nu. Perfect. Nu raak je de creeper. Kom op, doe het. Ho, ho, ho. Afstand, jij. Afstand. Nou is hij dood. Je bent zo'n useless skeleton, hè. Ik gaf je 3 kansen. Ik heb in ieder geval wel zo'n boog gekregen. Kunnen wij misschien ook wel wat leuks mee. Als we het goed doen in ieder geval. Zo. Moeten we heel veel hebben pijlen? Ja, we hebben pijlen. Even kijken hoeveel. 5. Oké. Okay. Chill. Ik heb een hekel aan als hij mobs komt lopen. Dus wordt namelijk dood. En dan ga ik ooit nog een keer die onderfixen, maar nu niet. Ander keertje. Goed. Valt nog best wel mee dat hier geen mobs staan. Behalve die ene spin. Spin, ik ga je vermoorden. Oh wauw, hij opent gewoon die deur. Oh, creeper, creeper. Nee, 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 nee. Nee, fuck jou, creeper. Fuck jou. Dat was gewoon mijn mooi stukje hier zo. Weet je, mijn toren. Mijn heel random bedachte idee. Weet je, ik moest een oneven muurtje opvullen. Dus ik dacht, nee, een toren, dat is perfect. Ik moet hier sowieso dit nog opvullen hieronder. Want het gaat sowieso nooit zo staan. Dus dan heb ik dat in ieder geval wel gefixt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Deur hebben we. Kut creepers, ik haat ze. Ik haat ze gewoon. 5, 4 van. Zo. En ook die deur. En die komt zo. Niet zo. Hoe dan? Hoe komt die deur erin? Ja, dat is het. Kijk, perfect. Perfect, is gewoon weer gefixt. Nice. Ja, dit stukje fixen we later nog wel een keer. Weet je, de muur die wordt ooit nog een keer helemaal perfect op een dag. Waarschijnlijk over 10 afleveringen zo pas. Maar dat maakt allemaal niet uit. Weet je, want hieronder staan 0 mobs. Zo van, wow, een spinnetje. Nou, een spinnetje. Ja, lief schattig spinnetje. Voor de rest is gewoon helemaal niks hieronder. Kom ik boven en snik ik mijn hele uitgezet gebied helemaal volgens bezeten met monsters. Valt dan wel weer mee, hè? Dat valt zeker weer wel mee. Tak, 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 tak. Zo. Weet je, dus tijden van nood moeten wel zuinig zijn met onze spullen. Maar ik dacht van YOLO, dit zetten, doen we gewoon zo. Als we gewoon zo doen, trouwens. Hey. Op deze manier. Dan kan je vanaf boven zo 3 erin vullen. Hoppakee, net zo makkelijk. En dat bespaart me weer wat hout. Oh yeah, recycling. Goed, dat, 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 dam, 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 dam. Hoppakee, 1, 2, 3. Wat is flat op de muur, oh my gosh. Oh my
gosh. Zou hem raken. Ja, geraakt. Nice. Goed, meer boeit me eigenlijk niks hier. Hop. Damn it. Val is niet gebroken. Helaas. Damn it, weer niet. Ik denk van, oh, dan spring ik. Kan ik mezelf opvangen? Nee, nope. Werkt niet. Oh man, ik vang mezelf op, maar toch weer niet. Wow, hoe doet hij dat toch? Met heel veel pech. Nou, die kan weg. En zo. Zo. Dit kan ook weg. Waarom staat dit hier dan, hè? Waarom staat dit hier? Dat is voor nonsens. Ik zag hier net een... Zamba. Loppa. Goed, in ieder geval dit. En... Slash... Time... Set... Zo. Oh, dat heeft nou twee keer hetzelfde aan. Slash... Toggle... Down... Fall. Oh. Wie, wat, waar, wanneer... Oh. Ja, 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 ja. Creeper, kom. Kom, Creeper. Kom. Kom dichterbij. Kom dichterbij de skeleton. Kom dichterbij de skeleton. Kom dichterbij de skeleton. Niet dichterbij mijn huis. Sukkel. Oké, kom. Hierheen, 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 hierheen. Bijna, bijna. Oké, zo. 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 Hij komt al, hij komt al. Relax, niet schieten. Pas als ik het zeg. Oh, 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 kut. Oh, kut, oh, kut, oh, kut. Kom op. Kom hier, 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 ik ben bijna dood. Fuck! Echt, ik heb zo'n hekel hier aan met dit geneuzel hier. Godverdomme. Ik wil het kutgat weer gaan opvullen. Heb ik er zo'n hekel aan dit gebeurt? Dan wil ik gewoon heel gezellig monsters elkaar laten vermoorden. Maar nee, gebeurt weer niet, hè? Zo. Zo. Ik heb wel een carrot. Nice. Vermoed ik die al. Nou ja, YOLO. Ik heb nog 10 dirt. Hoezo heb ik 10 dirt? Wat is dit voor magie? Nou heb ik nog maar 5. Oké, okay, nice. Goed, we hebben een carrot. Dan ben ik op zich... Ja, weet je, maakt wel... Beetje goed wat er is gebeurd. Niet helemaal. Het is een begin, weet je. Het is een begin. Zo, ja. Yeah, perfect, perfect. Ik heb gewoon voor mij veel te weinig resources. Of in ieder geval, ik werk heel inefficiënt. Dat kan ook iets zijn. Oh mijn god, op welk item gaat hij eindigen? In ieder geval iets waarmee ik jou ga slaan. Ik weet niet waarmee ik je sla, maar ik sla je met iets. Nou, het heeft 3 hits gedaan. Dus waarschijnlijk zat de bel... Pickaxe of het zwaard ertussen. Daar en dat. Tik, 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 tik. Tik, tik, tik. En hop. Hop, hop, hop. Oh, oh, wacht. Nu zijn we klaar, of niet? Ja, dit stuk is klaar. Nice. Nou moeten we van de rest allemaal trappetjes maken. Hoeveel heb ik nog? Nog best wel wat, hé. Zo, even kribbelen in mijn oogje. Oh, wat, dat moest ik ook nog doen. Dat moest ik nou doen. Dat was het. Ik moest nog superveel redstone gaan minen. Dat was het. Ik moest zo...
Dat was het gewoon, die redstone. Wow. Dik. Even met wat torches hier de boel gaan verlichten. Wat ik in ieder geval niet meer heb, dat hier zoveel monsters komen. La 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 la. Zo is het ongeveer wel goed. Als hier nou nog monsters komen, dan heb ik een groot probleem. La 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 la. Zo. Dit is vast wel. Oh, kut. Ik wil zeggen, dit is vast wel legit. Maar toen had ik in één keer geen torch meer over. Dus we gaan eventjes wat een beetje besparen. En it's gone. Goed, hier kan het helemaal. Dit kan weg. Deze kan weg. En zo. Perfect. Ik heb hier wel vertrouwen in. Stiekem niet. Stiekem heb ik helemaal geen vertrouwen erin. Maar dat maakt allemaal niet uit, weet je. We gaan het gewoon fixen. Ik heb trouwens nog maar heel slecht een idee over hoe het hier eruit moet komen te zien. Maar dat maakt niet uit. Daar zit redstone. Daar gaan we naartoe minen. Ik wil die rode steentjes. Hoeveel is dat naar links? We staan nu hier bij die. Dus dat is 2, 3, 3 of zo. Dus zo. En dan die kant op. Zouden we bij die redstone aan moeten komen? Zou ik zeggen. Maar gaan wij er nu niet langs. We gaan er echt recht op af. Dat is wel mooi. Hop. That's it. Nee, daaronder zit ook nog wat. Hoe kom je daar dan bij? Niet. Oké, duidelijk. Oeh, en wat lapis. Zo. Zo, en dan doe je hier wat onder. Hoe zet je hier dan een blok onder? Heb ik zand? Nee, want dat zou wel echt de ideale manier zijn. Doe het zo. Zo. Oh shit. Dit worden blauwe schapen, man. Oh yeah. Hop. Oh shit, helft verbrand of zo. Kut leven. Kut. Nee, wil ik niet. Perfect. Even voor veiligheid. Nou, het ziet er legit uit of niet dan? Hartstikke legit zou ik zeggen. Gang is gemaakt. Ik heb torches nodig voor hier beneden, hé. Die heb ik niet eens. Die moet ik eerst toch weer gaan halen. Maken. Alles. Door elkaar. Tegelijkertijd. Op het tijd moet echt zijn dat ik hier snel naar boven kom. Kut. Het is voor het eerst dat hier een beest op de trap staat. Die is toch gewoon echt. Nou, die moet naar beneden geflikkerd zijn. Hier spannen ze niet, want dit is echt zwaar goed verlicht. Dus die is van boven gekomen, die is naar beneden geflikkerd. Of gelopen? Nee, gelopen zou ik niet geloven. Hij is super ver. Hoe de fuck komt hij zo ver naar beneden? Waar de fuck kwam hij vandaan? Het is een Mist Hurley. Zit er nog een torchje. 40 stokjes. Dat gaan we gebruiken. Dit. En dat doen we zo. 14 keer 4 is veel. 46. Oké, dan. Nou, eens even zo. Zo. Dan heb ik just gecheckt. Er komen hier 11 nieuwe van zulke uit. 44. Oké. Laat me zitten. Ik heb toortjes. Ik ben blij. En ik ga weer minen.
goed, dat is mijn mooie huis hier. Het is een huis. Ik moet echt beter mijn gebied hier verzorgen. Kijk, hier zit ook nog een dikke creeper gat voor. Dus het is nog best wel veel werk te doen. Er zijn super veel zombies. Hoe komen die daar? Hoe de fuck komen die daar? Hoe de fuck komen die op mijn trap? Waar komen die vandaan? Net ben ik helemaal naar boven gelopen en toen was de trap leeg. Op één zombie na. Waar komen die vandaan? Komen die hier zo vandaan? Hier is wel donker, ja. Zo. Het zal wel. Zullen zo meteen waarschijnlijk wel meer tegenkomen. Nou ja, dat is voor zo meteen al een probleem. Dit is. Oh, wow, 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 wow. Het waren ze niet goed verlicht, bitch. Dit is ook gelijk de reden waarom ik nooit een mijn in mijn huis maak. Aangezien het toch altijd fout gaat. In ieder geval, iets is niet goed verlicht. Ik weet alleen nog niet wat. Het is gewoon in ieder geval een stuk wat echt gewoon kut verlicht is. Anders spannen ze je niet. En we lopen dan de trap op. Ze volgen mij. Het zijn ninja's. Gewoon echt ninja's. Maar dat maakt niet uit, weet je, want wij gaan lekker minen. En we hebben hier al rode steentjes gevonden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hoeveel zit hier tussen uit die gang? Eentje. We kunnen dus helemaal niks missen hier. Nice. Nice. Hou niet met mijn zwaard. Zo. 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 Oké, alles is van mij. Alles is van Basie. Op, pam, 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 pam. Zo. En, ja. Moeten we gewoon even minen. Moeten we zoeken naar wat rode steentjes. Ik wil er, ik heb nou een halve sterk. Laten we zeggen dat ik bij anderhalve sterk weer naar boven ga. Wow, holy shit. Het is echt wow. Dit is gewoon wow. Dit gaat echt, de tijd gaat echt veel te snel nou ofzo. Weet ik veel wat voor magie dat is. Maar het is kennelijk dus alweer 27 minuten. En dat had ik niet door. En dat is gewoon kut met editen, want het duurt weer heel lang renderen. En ik weet niet eens of je dat in één keer kan versturen naar Jordi die dit gaat editen. Dus dat wordt chill. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan heb ik wel wat gemined. Dus dat doei.